Zo, hallo. Goedemorgen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Ik heb een bikini aan, dus niet dat jullie weer denken, hey, op Emma's zaakt. Nee, dat is dus niet zo. Het is vandaag weer super mooi weer, dus wij gaan vandaag naar het strand. Daar heb ik echt heel veel zin in. Ik ga morgen weer naar het strand. Ja, ik ben echt een strandmens en ik woon ook dicht bij het strand, dus dat is heel erg fijn. Het is echt maar iets van 20 minuten rijden. En ja, ik hou gewoon echt heel erg van het strand. Als ik naar vakantie ga, dan lig ik ook liever op het strand dan aan het zwembad. Toen wij in Turkije waren vorig jaar, toen hebben we eigenlijk alleen maar op het strand gelegen en niet bij het zwembad. De laatste dag hebben we geloof ik even bij het zwembad gelegen. Ik ben gewoon echt een strandmens. I love it. Laat even in de reacties achter wat jullie zijn. Liggen jullie liever aan het zwembad of in het zwembad dan... Of liever in of op het strand. Nou, Pamela is weer op het strand. Samen met Janne. Janne zit bij mij op de vooropleiding. Ik denk dat jullie... Heb jou nog nooit op een vlog laten zien. Jawel, ik heb gedanst op je vlog. Op K3. Oh ja! Ja, nou, ze heeft dus één keer op K3 gedanst in mijn vlog. Dat is al heel lang geleden wel. Maar goed, we zijn in Noordwijk, maar het is echt zo lekker. Vanochtend was het nog echt scheid weer, maar het is nu echt zo lekker. En we krijgen zo meteen nachos. Ik kan alleen niet in de lens kijken. Die zon is gewoon echt te heftig. Maar zo meteen krijgen we nachos en ik heb echt zin in. Ja, ik ben weer lekker thuis. Ik heb een heerlijk dagje gehad op het strand. En ik heb net even lekker gechilled in mijn bed. Maar goed, ik wilde jullie even wat laten zien. Want ik heb laatst weer een bestelling gedaan op Desenio. En ik denk dat heel veel van jullie wel weten wat het is. Het is een website met allemaal posters. Ik heb er ook een paar hier nu. Maar ik mocht nieuwe uitkiezen. Dus dat vond ik natuurlijk heel erg leuk. Dus dat heb ik gedaan. Er zitten ook volgens mij een paar posters voor mijn moeder bij. Ik heb er best wat uitgekozen. Maar het is ook meer gewoon... Ik vind het leuk om dat af en toe af te wisselen. En... ja, nou ja, gewoon echt heel erg leuk. Ik zal het even laten zien. Je krijgt ze dus zeg maar opgerold binnen. Dus ze moeten dan wel nog eventjes een beetje uitrollen zeg maar. Ze zijn nu allemaal een beetje krom. Maar goed, ik heb als eerste twee kleintjes. Want daar heb ik twee fotolijstjes voor en die wilde ik graag veranderen. Dit hele schattige, hoe heet het ook weer? Een zee? Nee. Wat erg. Ik ben gewoon serieus kwijt hoe dit heet. Een schildpad. Oh my god. Ik was gewoon echt het woord kwijt. Een klein schildpadje dus. En hier een plaatje met zo'n... Ik weet eigenlijk niet hoe deze bloem heet. Staat dat hier op? Er staat op Cotton Plant Blue. Dus daar heb ik niet zoveel aan. En dan heb ik... Ik heb heel veel dingen met groen uitgekozen. Maar ik vind dat gewoon een leuke toevoeging in je kamer. Dan heb ik deze. Met allemaal bladeren. Die vond ik heel erg leuk. Dan heb ik deze schattige. Dit is een plaatje van de Eiffeltoren en een draaimolen. Maar die vond ik ook heel erg leuk. Echt een beetje vintage. Dan heb ik nog deze. Die vond ik ook heel erg tof. Ik weet niet zo goed waarom, maar ik vond hem gewoon heel tof. De kleuren en ja. Ik heb trouwens allemaal heel random gekozen. Omdat ik heb totaal niet gekeken wat past er bij elkaar en dat soort dingen. Ik heb het gewoon heel random gedaan. Dan heb ik deze. Some days I am the flower and some days I am the rain. Die vond ik ook heel erg leuk. Het laatste nog deze. En die vind ik ook zo tof. Deze vind ik echt heel gaaf. Die ga ik sowieso hier op mijn muur ook hangen. Even kijken hoor. Die zijn bijna allemaal in de maat 21 bij 30. En die twee kleintjes zijn dan 13 bij 18. En dan hebben we hier de tweede koker. Daar zitten de wat grotere posters in. Oké, de eerste. Deze is echt wel groter dan ik had verwacht. Dat is namelijk deze. Maar ik vond hem zo vet. Want het is... Ja, het bord Santa Monica, Route 66, End of the Trail. Ja, ik vond deze gewoon heel vet, want ik hou gewoon heel erg van Amerika. Ik heb daar gewoon heel erg iets mee. I don't know, ik denk zoals heel veel mensen. Dan hebben we hier twee hele grote, of hoeveel zijn het? 1, 2, ja. En deze die zijn voor beneden in de woonkamer. Die heeft mijn moeder uitgekozen. Dit is de eerste. Het is dus een blad met een soort van roze schaduwen. Van een ander blad er doorheen. Nou ja, moeilijk uit te leggen, maar deze. Voor daarbij heeft ze er eentje die er eigenlijk echt heel erg bij past. Bij hoort ook wel. Deze. Dit is ook zo'n blad met van die schaduwen. Deze horen gewoon bij elkaar. Om een beetje in het Amerikaanse thema te blijven, heb ik deze. Nou ja, het is niet per se Amerikaans, maar het geeft wel een beetje dezelfde vibes als dat Santa Monica bord.
Ik vond deze heel erg vet met dat busje en die palmboom. Vond ik gewoon heel erg leuk en zomers voor nu. Dan heb ik nog iets met palmbomen. Ik weet niet waar ik dit allemaal ga laten, maar dat gaan we straks eventjes bekijken. Wat ik ermee ga doen en waar ik wat ga doen nu. Deze, die vond ik ook heel erg leuk met allemaal, zeg maar, het is gewoon een camera die helemaal is losgehaald. Dus je ziet alle onderdelen van de camera. Deze vond ik gewoon heel erg leuk, omdat ik natuurlijk zelf een YouTube doe en heel veel met fotografie en zo ook bezig ben de laatste tijd. En dan als laatste heb ik nog deze, ook weer met groen. En dit is een soort van, ja, een huis waar allemaal leuke bladeren overheen hangen. Nou, ook heel erg vet. Het is ook een vierkant en deze is ook voor beneden. Die vind ik ook heel erg tof. Het is dus een, ja, een vrouw met donker haar die in de bloemen staat. Maar deze vind ik ook echt heel erg gaaf. Love it. Ja, dat waren alle posters. Het zijn er echt mega veel. I know, ik weet ook nog niet wat ik ermee ga doen. Dan ga ik nu even mee aan de slag. En dan ga ik even kijken wat ik, waar ik wat allemaal ga ophangen. Dus dat ga ik nu even lekker doen. Als jullie nu zouden weten waar jullie op staan, dan zouden jullie echt... Nou, jullie zouden echt stuk gaan als jullie weten waar deze camera nu op staat. Ik zal het zo even laten zien. Maar goed, in ieder geval. Ik ben nu... ik ben net klaar met mijn weekvlog editen van vorige week. Ik ben er echt helemaal niet blij mee. De weekvlog duurt maar 11 minuten. En er gebeurt letterlijk niks in die weekvlog. Terwijl ik echt wel leuke dingen heb gedaan. Maar dat was allemaal in Tilburg. En daar ja, is het soms nog gewoon een beetje gek of zo om te vloggen. En... ja, ik bouw gewoon. Het is echt een best wel een saaie vlog, vind ik, geworden. Verder wil ik gewoon solfège gaan oefenen zo meteen. En that's it. Ik moet straks dansen. En ja, dat is een beetje de planning. Ik ben gewoon een beetje, ja, ik weet niet, ik ben moe. Oh, ik heb vrijdag natuurlijk auditie en ik zit er de hele tijd mee in mijn hoofd. Dus ik ben een beetje klaar mee. Maar goed, ik heb wel zin in de auditie, dat wel. Gewoon fijn dat ik het vrijdag heb en dat ik er dan eindelijk vanaf ben. We hebben er gewoon vertrouwen in. That's the spirit, right? Oké. Ik zal je even laten zien waar jullie nu zo op staan. Jullie staan op een chocoladepiemel. Die had mijn moeder gekregen voor de verjaardag. Maar hij staat hier nog steeds. Misschien moet iemand hem een keertje opeten. Nou, ik heb net huiswerk gedaan. Dus ik ben een beetje best wel klaar voor vandaag. Het is nu 4:10. Ik moet om 5:30 dansen, dus ja, helemaal goed dat ik nu al even klaar ben met alles wat ik op mijn planning had. Kan ik nu gewoon nog even lekker relaxen en dan ga ik straks eten naar dansen. Ik ben er net alleen wel dus achtergekomen dat dit dus ja, heel onhandig mijn laatste jazzles is van dansen voor de komende 3 weken. Super onhandig, maar het kan gewoon niet anders. Ik ga volgende week woensdagavond namelijk naar Tilburg omdat ik auditie heb. En die week daarna ga ik op vakantie en dan kom ik pas die week daarna weer terug, maar echt pas 's avonds laat. Dus ik kan daardoor 3 weken gewoon niet naar dansen. Dat is echt heel heftig wel. Goedemorgen, het is vandaag donderdag en vandaag ga ik richting Tilburg, want ik blijf daar slapen. Want morgen heb ik mijn auditie. Oh, ik ben zo echt, nou, ik ben ja, zenuwachtig. Ja, I don't know, gewoon gespannen. Ik werd vanochtend ook echt vet vroeg wakker en ik had vannacht natuurlijk weer gedroomd over de auditie en... het is nu opeens echt zo dichtbij, terwijl je er echt maanden naartoe hebt geleefd. En dan is het opeens morgen alweer. En het is zo spannend. Maar ja, ik heb wel echt vertrouwen erin. Ik ga straks ook naar school en dan ga ik daar nog eventjes lekker mijn nummer doorzingen en zo. En mijn monoloog doornemen. En ja, ik heb er wel echt vertrouwen in, maar het is gewoon heel spannend. En wat ik altijd een beetje het spannendst vind aan een auditie, is dat je niet zo goed weet wat je op dat moment gaat overkomen. Omdat soms dan ben je gewoon zo zenuwachtig dat het gewoon niet zo gaat als je wil. Soms gaat het heel goed en ik weet niet, ik kan dat van tevoren gewoon niet weten. En dat vind ik er gewoon heel spannend aan. Maar ik denk dat het goed komt. Ik heb mijn nummer nu zo vaak gedaan en ik kan het gewoon. Dus ik ga het gewoon doen. Maar ja, het is alsnog gewoon heel spannend. Want ja, het moet wel gewoon goed gaan. Want anders heb je jezelf er ook zo erg mee. Ik wil gewoon voor mezelf dat het goed gaat. Dus... zo spannend. Ja, morgen is het zover. Ja, ja. Nou, morgen is het dus zover. Ik ben er helemaal klaar voor. Ik heb ook geen zin meer om te stressen op dit moment. Waarschijnlijk als ik morgen wakker word, dan doe ik het toch wel. Maar ik ben er helemaal ready voor en ik ga het gewoon doen. En ik kan toch niks meer aan veranderen. Het is wat het is. Dus ik ga gewoon strijden. Knallen. Dus ja, en nu ga ik slapen, want het is al veel te laat. Precies.
Is het 12 uur? Of klopt dat niet op dat ding? Nee. Maar het is wel ongeveer 12 uur. Ja, denk het wel. Iets over 12. Oké, ik ben weer lekker thuis. Ik heb dus vandaag auditie gehad, wat echt heel erg goed ging, gelukkig. Zang ging goed, mijn monoloog ging goed en dans ging ook goed. Tuurlijk gaat het nooit perfect, want ja, dat is best wel onmogelijk. Er gaat altijd wel iets dat je denkt van, hè, misschien had dat wat beter gekund. Maar over het algemeen ging het ontzettend goed en ik heb eigenlijk niet echt per se iets waarvan ik kan zeggen, oh nee, dit ging echt helemaal fout. Dat is eigenlijk helemaal niet gebeurd. Alles ging gewoon prima. Dus daar ben ik heel blij mee. En nu ga ik lekker slapen, want ik heb morgen gewoon vooropleiding. Ik heb nog mondeling voor mijn solfège. En ja, ik ga nu lekker even nog Netflixen. Misschien mijn solfège nog even doornemen, maar misschien doe ik dat wel morgen in de trein. En ja. Oh mensen, ik verga van de warmte. Het is zo warm. Het is dus vandaag zondag en wij hebben vandaag lekker gechilled met het mooie weer. En ik ben zo warm. Het is echt overal warm in huis. Ik vind het verschrikkelijk. Maar goed, het is wel chill dat het zo mooi weer is natuurlijk. Ik weet gewoon even niet wat ik moet zeggen. Nou ja, het is vandaag zondag en het is al best wel laat. En morgen ga ik lekker naar de stad. Daar heb ik zin in. Maar goed, dat gaan jullie allemaal in een nieuwe weekvlog zien natuurlijk. Dus dat is helemaal leuk.